Hallo kijkers, sorry dat er gisteren niet gevlogd is geweest. Ja, wat moet ik vloggen? Kijkers, mensen. We hebben Rummikub gespeeld. 20 games. 20, hè. 20 spelletjes. Van die 20 spelletjes heb ik er 6 gewonnen. En mijn maatje... Oei oei, nu gaan jullie het horen. 16 keer. Als jij 6 keer gewonnen hebt. We hebben 20 gespeeld. 14. Dus. Oh, sorry, 14. Goedemorgen. En sorry dat ik ook gisteren niet heb gevlogd. Dat is ja, gewoon omwille van die Rummikub gedeelte. Ik ben dan gewoon eens even naar de winkel geweest. That's it. Wat er vandaag op het programma staat, dat weet ik ook nog niet. We gaan waarschijnlijk nu nog starten met een potje Rummikub. We hebben nu wel al ontbeten. Ik ga gewoon even kijken op mijn e-mail als er wat belangrijke mails zijn binnengekomen. Nee, hier niks. Dan gaan we eens even kijken op de andere e-mailadres. Ik moet wel redelijk luid praten omwille van dat mijn muziek nog aan staat, anders heb ik zelfs een copyright claims. Dus wat gaan we doen? Eindelijk. En daar... Ik heb precies nog iets binnengekregen. Dus even kijken. Via It's Me natuurlijk. Dan gaan we It's Me erbij halen. Het is weer zo'n website. Jee. Allee, we gaan weer al iemand een gelukkige verjaardag in onze groep moeten geven. Fuck off. Ik doe dat dus niet aan mee. Maar nu zeggen jullie, ja, maar als jij jarig bent, doen ze dat ook? Ja, dat doen ze ook, maar... Dan denk je weer al van, fuck, er is weer een getalletje bijgekomen bij je leeftijd. En dat is ook niet leuk. Waarom zit ik mij nu in te loggen op mijn bank? Waarom zit ik nog op mijn bank? Ik moet bij It's Me zijn, terlangs. Die applicatie terlangs. En ik heb nu nog maar 2 minuten en 19 seconden. Bevestigd, dan nog mijn pincode ingeven. Voilà, dat heb ik nu al lang gedaan. En dan kan ik weer al vooruit gaan op de website van Neutrale Ziekenfonds Vlaanderen. Eens even kijken, elektrodische afrekening, geneeskunde, verzorging, geen zending via papier. Dan gaan jullie toch wel eens ooit eens moeten doen hoor. Oh jee, yeah, dat is weer een mooie rekeningsom die ik niet openbaar gooi, maar dat is gewoon een mooie rekeningssommetje. En ja, die moet betaald worden. En dan gaan we eens even kijken ook hoe het zit met onze vrienden van 666. Daar wil ik ook nog gauw even naartoe kijken. Hoe zit het met de betaling ook van mijn goede vriendinneke? Ja. Eens even kijken, hè. Seed map. Zaalplan ophalen. En ik zie dat nog altijd, hè. Nog altijd, H1. Oh, staat nog altijd vrij. Why? Dan gaan we eens naar Discord toe. Dat is het laatste wat ik dan nog doe achter mijn computer vandaag. Ik moet nog zelfs ook nog mijn vlog in, dat kan nog zeker. Maar dat doe ik als mijn maatje zelfs weg is. Dan kan ik ook mij rustig ook bezighouden.
Dan gaan we nog eens even kijken naar 666. Oké, voilà. En daar is zelfs niet meer op gereageerd. Oké, dat is niet erg. Voilà. Dan gaan we dan nog zo één ding doen. Happy Easter. Zo'n afbeelding verzinnen ook op mijn Discord, dus dat omwille dat het ook Pasen is. Dus dan wil ik wel ook wel mijn kijkers ook wel een gelukkige Pasen toewensen. Dus ook voor jullie, happy Easter time! En geniet ervan, van de paaseikers. Maar eet er wel niet te veel, laat dat jullie geen buikpijn krijgen, hè. Allee, gelukkig. Yo, tot straks of zo. Yo.